is Oranje kansrijk? Het is meteen stil. Het is het managen van verwachtingen. We kunnen niet meer erg diep vallen, denk ik. Omdat de verwachting is klein. Maar de bondscoach ziet nog steeds kansen. En dat komt doordat de bondscoach gelooft in visie en structuur. En vooral in mijn visie. En mijn structuur. En dat is natuurlijk wel arrogant. Dat zult u waarschijnlijk wel meer meemaken. Dat men mij arrogant vindt. Nou, ik heb er helemaal niets mee. Ik ben niet arrogant, maar ik geloof wel in mijn visie. En in een bepaalde structuur, zodat de organisatie, de mensen die in de organisatie werken, houvast hebben. Daar geloof ik wel in. Kansen zie ik ook omdat ik geloof in voorbereiding. Voorbereiding is het halve werk, zei mijn moeder al. En die had alleen de lagere school doorlopen. Maar die wist dat al. U denkt toch niet dat ik hier sta als ik dat niet had voorbereid? Training. Nou, dat is in voetbal normaal. Maar is dat in uw onderneming normaal? Dat u mensen opleidt? Of dat u uw product test? Iedere dag weer. Doet u dat? Ik doe dat. Ik doe dat, iedere dag weer. Training, analyse en evaluatie. En hier geloof ik in. En dat is natuurlijk, dat kan ik niet zonder hulp. Want ik heb niet de wijsheid in pacht. Nou moet u gaan lachen, want ik heb een imago dat ik dat wel heb. Ik luister naar specialisten. Luister u ook naar uw werknemers? Want dat zijn specialisten. Die helpen uw producten verzorgen. Daar gaat het om. Kijk eens. De coach. Dat is mijn staf. En als we weer teruggaan waar ik in geloof. Voorbereiding, training, analyse, evaluatie. Moet u eens kijken. Hierachter zit mijn computergoeroe. Die is zeg maar de voorzitter van de analyseproces. Ik heb 12 mensen die voorbereiden, die trainen, die analyseren en evalueren. 12 mensen in dienst. Die moet ik wel aansturen. En moet u kijken. Kijk eens, hij doet het hoor. Het rode lampje brandt wel hoor. Ondanks het licht. Kijk, had ik al voorspeld. Kijk eens, we hebben 2 assistenttrainers. 2 assistenttrainers en 1 keepertrainer en de bondscoach. Dus 4 die met het spelletje bezig zijn. SEC. Techniek en tactiek. En het analyseproces onder leiding van mijn goeroe. 12 mensen. Zo belangrijk is dat. Om iedere dag je product weer te testen. En te evalueren enzovoort. 37 stafleden. Ik ben ook begonnen toen ik bondscoach werd. Om eerst mijn staf uit te zoeken. En de hele wereld dacht dat ik eerst mijn spelers zou selecteren. Nee. Die staf. Je moet je omringen met een goede staf. Want wij moeten die spelers als beste kunnen ondersteunen. Maar die staf die jouw product maken of mede helpen vormen. Wat het ook is, of het een stofje is, of een machine, of kennisoverdracht. Ik laat me altijd adviseren door de specialist. En bijna altijd volg ik dat op. Bijna altijd. Maar ik beslis. Want het moet binnen mijn visie passen.
plus 23 is 60. Dus ik ben echt een hele grote middenklein bedrijf. Doe visie op het voetbalproces. Visie is niet alleen maar op het spelletje. Visie is ook op de mens. Op de maatschappij. Op de toonhoogte. Hoe ik u toespreek. En of ik stiltes laat vallen. Dat is allemaal visie. Dat komt niet vanzelf. Hiermee begon ik. Met de punt naar achteren. Nou, ik zal het niet allemaal uitleggen. De punt op het middenveld is naar achter. Ziet u deze driehoek? Dat wil zeggen dat het naar achter is. Hij kan ook naar voren. Hij kan ook naar voren. U kunt misschien herinneren Jan Mulder onder Van Marwijk. Twee controleurs, twee petten op. Dat kan er wel één zijn. Dat ging daarover. En toen ik die jongens voor het eerst zag, toen heb ik ze iets laten zien. En waarom heb ik ze iets laten zien? Omdat het iets is wat ons bindt. Wat bindt ons? Dat is het spelletje. En hoe het spel gespeeld wordt. Dus wat liet ik zien? Ik liet Barcelona zien. Die spelen ook met de punten achteren. Alleen die hebben niet een echte spits. Die hebben een ander soort spits. Dus dat is wel Messi, inderdaad. Maar, ik had daar wel een aanmerking op. Ik speel liever met een echte spits. En niet met een valse spits wat Messi is. Dus, ik bedoel er niks mee hoor. Dus ik liet ook Spanje zien. Want anders zeggen ze weer die spelers, ja maar een club, dat kunnen wij niet in 8 momentjes per jaar, kunnen wij dat inslijpen. Hebben ze gelijk in. Dus ik liet Spanje zien, speelde precies hetzelfde. Ik zei, kijk, en daar heb ik allerlei aanmerkingen op. Dus die jongens wisten van dag 1 wat de visie van Van Gaal was. Dat is ook heel belangrijk. Duidelijkheid, transparantheid, transparantie. Dit hier, kijkt u eens, debutant, nou hij niet, Narsing, debutant, 4 debutanten en Krul had 1 verdwaald vriendschappelijk wedstrijdje gespeeld onder Van Marwijk. Ik nam een heel groot risico, maar ik moest de boel opschudden. U moet ook wel eens de boel opschudden in uw onderneming. U moet ook wel eens iemand terecht wijzen. Of zelfs verwijderen. Dat heb ik toen gedaan. Maar toen we ons kwalificeerden, toen stond er geen debutant meer in. Was het een heel oudere selectie. Dit was de selectie tegen Turkije. De tweede was Turkije-Nederland, denk ik. Of ja, was tegen Turkije-Nederland. 0-2. Stond er een hele oude. Wonnen we ook. We hebben bijna alles gewonnen, zoals u weet. De selectieprocedure. Ik was coach in 2001. Weet u wel dat ik gefaald had? Weet u dat nog? Ja. Wat deed ik toen? Ik was de coach van Ajax geweest. Die 10 spelers van Ajax die zaten ook in het Nederlands elftal. Dus ik dacht, dat zijn mijn spelers. Maar ik had ze al 3 jaar niet meer gehad. Maar ik ben een coach die gelooft in harmonie. En die vertrouwen wil geven. Dat hebben zij niet gedaan. Dus daarom heb ik mijn selectieprocedure veranderd. In 2013 heb ik gezegd, je moet gewoon in vorm zijn. En je moet fit zijn. Vooral fit zijn. En waarom denkt u dat? Even tussen haakjes, wij volgen iedere week 50 spelers. 50 spelers. Met mijn staf. Daarvoor heb ik die 12 mensen ook nodig. Kijk, selectiecriteria zijn nu talent. Nou, is logisch, is de kwaliteit van de speler. Vorm. Van de Vaart bij Hamburg, staat onderaan. En Van Persie, ja, die is niet meer fit. Daar worden ze op
afgerekend. Dat is, zijn mijn selectiecriteria. Werd uitgelachen, hè? Fitheid. Spelers zijn toch fit? Speel toch bij Hamburg of in de Champions League? Nou, ik kan u zeggen dat als wij rekening moeten houden met Brazilië, dat wij een probleem krijgen. Kijk eens, wat WBGT, World Bulb Globe Temperature. In eenvoudig Nederlands, is dat een, zeg maar een waarde aan de belastingmeting. Belastbaarheid van warmte. Nou, dit zijn de, zeg maar, de steden waar we spelen. Salvador, Alegre en Sao Paulo. Kijk, 26, 29 graden. Het is daar ook winter, maar het is daar toch zo warm. Het gaat niet eens zo om de temperatuur, want dat is tegenwoordig in Nederland ook. Het gaat om de vochtigheidsgraad. En als die hoog is, die WBGT, dan presteren de spelers 20% minder. Maar Spanje ook. En Brazilië ook. En Chili ook. En als wij nou zorgen dat wij ongelooflijk fit zijn, dan hebben we een kans meer om te overleven. Reistijd. We hebben professoren in de hand genomen om te kijken hoe we dat het beste, jetlag, hoe we dat het beste kunnen ondergaan. Allemaal specialisten die ons geholpen hebben. En dit is onze voorbereiding. Want ik moet opschieten, ik sta al op nul. Kijk, ik heb gezegd 13 minuten. Wat kan ik ermee? Nederland, moet u even kijken. Dan ziet u dat. Nederland. Dan heb ik alleen maar instroom van Nederlandse spelers. Dan moet ik nog beven wie er in de play-off spelen. Ik heb niet eens 12 spelers. Die komen pas in. Eigenlijk in het derde gedeelte komen buitenlandse spelers. Niet van iedere competitie. Sneijder die komt pas vlak voor Portugal binnen. Waarom gaan we naar Portugal? Omdat we moeten acclimatiseren. Omdat we moeten trainen in die warmte. En dat lijkt er een beetje op. Maar die WBGT, die is wel wat anders hoor, daar in Portugal. Dat is niet Brazilië, dat is nog veel erger. Maar dan hebben we toch een poging gewaagd. Pas in het derde blok heb ik alle spelers. Heb ik alle spelers. Dus wat blijft er over? Bijna niks. 1 week voorbereiding. En dan schrijven de media, ja, maar Van Gaal is een teambuilder enzovoorts. In een week is het heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Maar toch zie ik kansen, omdat ik 1,5 jaar bezig ben geweest met die groep. Maar ja, met wie doen we dat? Als u net dat gezien hebt, die twee opstellingen, dan heeft u wel de naam Strootman 2 keer gezien. En Strootman heeft alle wedstrijden gespeeld. En wat is het type Strootman? Dat is een middenvelder die balans in het middenveld geeft. Dus als ik Sneijder opstel of Van der Vaart, ben ik blij dat ik Strootman ernaast heb. En De Jong, dat heb u net gezien. Maar Strootman valt weg. En er is er geen andere Strootman, helaas. Geen andere Strootman. Dus nu ben ik aan het broeden op een ander systeem. Ja, u bent de eerste die dat hoort. Kansen zien als ondernemer en als bondscoach.